Goedemiddag! Hey, je bent er weer. Ik ben er weer, baby. Nou, hè? Ben je blij? Ik ben zo blij. Ja, want ik heb eigenlijk wel het eten gemist. Geintje natuurlijk. Ik heb jullie gewoon heel erg gemist. Oh, grapje. Nee. En mijn eten natuurlijk. En jouw eten. En jouw heerlijke bakje koffie. Die ik elke ochtend op bed krijg. Waar ik heel blij van word. Vergeet je zo niet. Ja, poppetje. Dat. Ja, die heb ik gewoon het meest gemist. Sorry. Maar wat heb je nou eigenlijk gedaan in Afrika? Daar kan ik nog niks over zeggen. Maar jij mag toch wel zeggen dat je een televisieprogramma gemaakt hebt, of niet? Ja. Wanneer mag je het dan wel verklappen? Ik denk pas in het najaar of zo. Oh, in het najaar? Dus moet ik iedereen gewoon zo lang in spanning houden? Kan je ook geen hintje, helemaal niks? Nee, kan niet. Damn. Hoe was het om weer thuis te komen en die kleine weer... Lieve schat, ik heb jullie zo ontzettend gemist dat de eerste avond... Toen kreeg ik een soort van nervous breakdown. Het is ongeveer 7 uur in de ochtend. Ik ga jullie even vertellen hoe mijn aankomst was gisteren hier. Dat was niet zo goed. Na een hele lange rit zag ik het gewoon eigenlijk niet meer zitten. Ik ben waagziek geweest. Ik kreeg een beetje hoogteziekte. En ik kreeg in één keer heimwee. Hele erge heimwee. Toen kwamen we ook nog in het donker aan. En als ik iets niet leuk vind, dat is ergens aankomen op een nieuwe plek in het donker. Omdat ik me niet kan oriënteren. Ik weet niet waar ik ben. Dus ik was een beetje verdrietig. Ja, jij hebt het gezien. Ik was echt een beetje van slag. Weet je, heel erg. Ja, wij hadden het ook heel moeilijk hier zonder jou. Vieze leugenaar. Vlak voordat, voordat we jou gingen ophouden, zei hij gewoon voor het eerst. Namna. Namna. En wie gaan we zo halen dan? Mama. Ja. Mama. Fijn, hè? Ja, dat is toch fijn? Lekker mama weer thuis. Lekker knuffelen met mama. Ja. Nee, nee. Ja, mama, ja. Mama. En maar hoe was het voor jou om hem na een volle week weg geweest te zijn weer te zien? Het mooiste wat er is, mijn kindje vasthouden. Ja, hè? Good to be home. Hallo? Dat is fijn, hè, schat. Dag, poepertje. Dat is fijn. Dag, lieve man. Dat is fijn, hè. Maar hoe heb jij het eigenlijk ervaren om het helemaal alleen te doen? Ja, ik vond het ik vond het heel spannend in het begin. Want ik dacht echt van nou, ik denk dat hij na 2 dagen, dat hij dan gaat denken van nou, er klopt iets niet. En dat hij dan misschien een beetje paniek zou en dat ik hem misschien niet stil zou krijgen of zo. Maar dat is gelukkig niet gebeurd en we hebben het hartstikke leuk gehad. En ik kan niet anders zeggen dan dat het echt helemaal top is gegaan. En nog 2 dagjes dan komt mama weer thuis. Gaan we lekker eten? Ja. En ik aan mama vertellen? Jasje warm mag even. En ondertussen eet jij gewoon lekker sofietje op. Ja. Heeft allemaal niks, hè? Dat is lekker, schat. Ik moet ook echt zeggen dat ik heel blij ben dat het allemaal goed is gegaan. Maar... ik had toch eigenlijk ook wel een beetje willen horen van, we hebben je zo gemist, we konden het eigenlijk niet zonder jou. Nee, dat sowieso. Altijd. Ja, maar dat is nu een beetje te laat. Nee, maar ja, het is niet anders. Je hebt nou even 2 dagen rust. Ja. En dan heeft Brandon de komende week zijn eerste covershoot, nee. Nou, maar is dit niet geweldig? En dat gaan we allemaal laten zien natuurlijk. Dat gaan wij allemaal laten zien. En na die week... nou. Gaan we ons voorbereiden op ons, dat we weer lekker terug gaan naar ons huisje in Hollywood. Oh, huh? Echt heerlijk. Maar, zoals jij ook al zei, we mogen nu hier ook niet klagen. Nee joh, dit is heerlijk. Want hier worden we ook wel weer heel blij van. Toch ben ik bang dat we hier binnenkort weer ontzettend voor gestraft gaan worden. Denk ik ook. Voor die paar dagen mooi weer. Maar, Maar dan maakt het ook niet uit, want dan kan ik natuurlijk weer gewoon zonder een schuldgevoel ongegeneerd Netflix kijken. Ja. Toch? Nee, je hebt gelijk. Dus dan kan dat. Nou. Dat was hem voor nu. Dat was hem voor nu. Nu mag jij het zeggen, want ik heb vorige keer... Nee, jij bent terug. Oh ja, maar ik ben terug. Zeg ik het nog een keer. Ja. Einde bericht!